We zitten hier op de Aira 22, ontworpen en gebouwd om in dezelfde vijver te vissen als waar nu de polyestervalk in rondvaart. Geprijsd ook om de polyestervalk te kunnen verstoten. Onder de 15.000 euro heb je al een Aira. Ook bedoeld om in eigendom te hebben, krijg je een bepaalde uitvoering. Voor zeilscholen bepaalde uitvoering, stootrand, rubberneus en een wedstrijdvariant waar we mee gevaren hebben. Het is een snelle boot, een comfortabele boot. Wedstrijdvariant met grenaker vandaag gevaren. Toch een knoopje of 6 gehaald bij windsnelheden van tot 9 knopen. Goed op het roer, scherp op het roer ook, zoals we van ontwerpers Simonis Voogd gewend zijn. En dat maakt dat het een hele prettige boot is om mee te varen. Je steekt zo van wal, je gaat zo weg, je hebt eigenlijk geen introductie nodig. Als je met een valk kunt varen, kun je ook met deze boot varen. Dat maakt het geheel erg sterk en zeker als je dan ook kijkt naar de prijs. Dan vraag je eigenlijk nog af, met wat voor andere open boot zou je willen blijven varen? Klinkt als reclame, is het ook wel een beetje. Want deze boot vaart gewoon heel erg lekker. Een van de dingen die opvalt aan deze boot is dat de giek vrij hoog zit in vergelijking met de meeste open boten. En dat je in de kuip als een koning zit. Hier weliswaar op kussens, maar ook zonder de kussens zit het uitstekend. Aan het roer heb je nergens een probleem mee, want je hebt daar achter de grootschoot je eigen ruimte. Je kunt alles goed trimmen en je zou hem zelf ook makkelijk in je eentje kunnen varen als je de fokkerschoot ook naar achteren leidt. Tijdens de lunch kun je hier zelfs gewoon een tafeltje inzetten, zodat je met z'n vieren aan tafel kunt lunchen. En in welke open boot kan dat nou? Een van de bijzondere dingen aan de Aira 22 is het in huis ontwikkelde motorsysteem. Waarbij een volledig motorsysteem uit de bodem van de boot zakt, onder het achterdek. En waar je dus binnen mum van tijd kunt varen of je motor dus alweer opgehaald kunt hebben. Aira 22 is een snelle boot, een comfortabele boot, is makkelijk mee te nemen. En dat maakt het dat hij alle elementen heeft om ervoor te zorgen dat het een groot succes wordt. En als je daarbij ook nog bedenkt dat hij onder de 15.000 euro kost, wat zoek je nog meer?